Dames en heren, na een lange dag is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. Ik moet zeggen, het fijne aan deze zaak vandaag was wel dat de buren elkaar eens niet gelijk de hersens insloegen. Ik hoop dat dat na de uitspraak nog steeds zo is. De grote vraag is natuurlijk, wat gaat meester Visser beslissen? Gaat de schutting inderdaad terug naar de originele erfgrens, waardoor Christiaan straks zijn garage niet meer in kan? Ik wil u allemaal vragen, voor zover het mogelijk is om te gaan staan, want de man voor wie geen schutting te hoog is, is er klaar voor. Hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten. Uitspraak in de zaak tussen Christiaan en Jeannette tegen Frerk en Betty. Vooropgesteld moet worden dat een deel van de oprit van ongeveer 1,10 meter breed eigendom was en nog steeds is van Frerk en Betty. Dus uw grond. Dat de buren van nummer 8 daar al sinds mensenheugenis gebruik van maken, doet daar niet aan af. Want dat gebruik berust immers op een gedoogconstructie, wat Christiaan bij aankoop wist of had moeten weten. Verjaring is daarom wat dit betreft niet aan de orde. Frerk en Betty hebben verder groot gelijk waar ze stellen dat je normaal gesproken een schutting mag plaatsen op de erfgrens. Ook al loopt deze toevallig over een gezamenlijke oprit. Echter, er is in deze zaak wat bijzonders aan de hand. Er is namelijk een erfdienstbaarheid gevestigd van overpad of weg op de hele oprit, zodat deze in de volle breedte door beide partijen mag worden gebruikt. Meneer Frerk heeft laat blijken te denken dat hij deze op zijn voorstel gevestigde erfdienstbaarheid eenzijdig kan opheffen, maar dat is niet het geval. Want die erfdienstbaarheid die geldt over en weer. Dus ook Christiaan en de nieuwe bewoners kunnen daaraan rechten ontlenen. En die kunt u hem niet zomaar weer afnemen. En dat betekent dus dat er geen schutting op die erfgrens of waar dan ook op die oprit mag komen. Want dan zou u de toerit tot die garage blokkeren. En dat mag niet. Uw garage blijft dus bereikbaar in de toekomst. Daar komt het op neer. Voor de goede orde voeg ik daar wel nog wat aan toe. Want eerlijk is eerlijk. Ook u, Christiaan, mag die oprit niet blokkeren door daar een auto of een aanhangwagen neer te zetten. En ik ga nog verder, want ook de pergola met die poort, ja, dat is ook blokkeren. Want de oprit loopt niet tot de pergola, maar tot de garage. Ook dat mag dus niet. Ik sluit nog af met de boom. Die boom staat er goed. Die staat op genoeg afstand. En van onaanvaardbare hinder is niets gebleken. Dus Frerk en Betty mogen zelf weten of ze die boom gaan omhakken. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.